Excellentie, beste Ingrid, geachte aanwezigen, beste leden van de KNAW die op afstand meekijken naar deze presentatie. Excellentie, namens het bestuur wil ik u van harte danken voor de gelegenheid om in dit uur de nieuwe strategische agenda van de KNAW voor de jaren 2021-2025 aan te bieden. Die agenda heeft als titel Staan op kennis en dat menen we. We staan erop, het is ons fundament en we insisteren erop als KNAW om kennis te gebruiken als fundament voor onze kennismaatschappij. De kern van die agenda bestaat uit vier grote ambities. Het zijn ambities die we vandaag belichaamd zullen zien in vier vertegenwoordigers van onze academie, die ik met enige trots aan u voor ga stellen, want het is een bijzonder team dat we hebben meegebracht. Tibisay Sankatsing-Nava belichaamt de strategische prioriteit jonge onderzoekers steunen en mede daardoor de toekomstbestendigheid van de wetenschap bevorderen. Zij is een van onze faces of science en ik vertel zo dadelijk nog wat meer over haar. We hebben ook Helga de Valk hier. Zij staat voor de strategische prioriteit het maatschappelijk debat voeden en verrijken. En Helga is de directeur van een van onze KNAW-onderzoeksinstituten, het NIDI, het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Eveline Kroonen representeert onze strategische ambitie om internationale samenwerking te bevorderen. Zij is natuurlijk KNAW-lid, maar zij is ook vicepresident van de European Research Council, dus bij uitstek geschikt om over dit thema te spreken, ook over haar zo dadelijk nog meer. Dat waren al drie prioriteiten, maar de allereerste prioriteit die we als laatste gaan bespreken, die raakt in feite alle onderdelen van onze agenda en dat is het bevorderen van excellent onderzoek. En daarover zal straks spreken ons KNAW-lid en Nobelprijswinnaar Ben Veringa. Het zijn vier prioriteiten waarop een academie als de onze altijd trots kan zijn. Als ze u vertrouwd voorkomen, dan klopt dat dus. Maar ze ontlenen hun frisheid en hun urgentie aan de interactie met de actuele context. We gaan kijken hoe deze vier ambities uitpakken in vier pitches. En ik begin met ons aanstormend talent. En dat is in dit geval Tibisay Sankatsing-Nava. Zij is PhD-onderzoekster aan een ander KNAW-instituut, het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde, het KITLV. Ze maakt daar deel uit van het Spinoza-programma Carib Trails. En zij is heel geïnteresseerd in participatie in de wetenschap en in co-creatie. Co-creatie zowel bij het formuleren van onderzoeksvragen tot en met het samen publiceren en communiceren in het hele onderzoekstraject dus. Haar eigen onderzoek richt zich op erfgoed in het Caraïbisch gebied. En ik zei al, zij is een van de frisse gezichten van de wetenschap. Aantrekkelijk voor jonge mensen die een carrière in de wetenschap overwegen in ons programma Faces of Science. Tibisay, ik geef graag het woord aan jou. Hartelijk bedankt. Jonge wetenschappers hebben een hoge prioriteit in de strategische agenda van de KNAW. Dat is goed en vooral ook nodig. Jonge wetenschappers hebben namelijk een kwetsbare positie met veel werkdruk en weinig stabiliteit en toekomstperspectief. Deze positie wordt al jaren steeds zwakker, met toenemende gevolgen voor de mentale gezondheid. Afgelopen jaar zijn veel promovendi in de knel gekomen als gevolg van de coronapandemie. Om deze onhoudbare positie te verbeteren is het noodzakelijk dat we, om te beginnen, alle promovendi de mogelijkheid geven om hun contract te verlengen. De KNAW heeft namelijk de ambitie dat in 2025 de kansen voor jonge wetenschappers zijn toegenomen, met oog voor het belang van diversiteit en inclusie voor excellente wetenschap. Maar wat betekent excellente wetenschap eigenlijk voor jonge wetenschappers? In het huidige academische systeem krijgen we een breed en onrealistisch takenpakket voorgeschoteld, waarbij er van één persoon alles wordt verwacht. Tegelijkertijd is ons carrièreperspectief vooral afhankelijk van hele specifieke onderzoeksprestaties, zoals publicaties. En de huidige doorgeslagen competitie stuurt
de enorme werkdruk nog verder op en brengt de toekomstbestendigheid van de wetenschap in gevaar. Jonge wetenschappers staan ook voor enorme maatschappelijke uitdagingen. Onderwerpen zoals klimaatverandering, institutioneel racisme en de decolonisatie van kennisproductie worden steeds urgenter. En deze uitdagingen aangaan kan alleen in samenwerking, waar de nadruk niet ligt op competitie voor posities en onderzoeksgeld. Zonder inclusie, oprechte samenwerking en een veilig werkklimaat is er geen toekomst voor excellente wetenschap in ons koninkrijk. In plaats van een focus op individueel scoren, is, zoals ook de Jonge Academie benadrukt, diversificatie van talenten noodzakelijk. Er zijn namelijk meer carrièrepaden te bedenken in de wetenschap. Bijvoorbeeld waarin wetenschapscommunicatie, onderwijs of maatschappelijke betrokkenheid sterker gewaardeerd worden. Zo worden wij, jonge onderzoekers, in staat gesteld om vroeg in onze carrière onze diverse talenten te gebruiken om in teamverband onderzoek te ontwikkelen en uit te voeren. Al lange tijd wordt het onderzoeksbeleid door een zeer beperkte groep bepaald. Hierbij is er weinig ruimte voor publieksparticipatie en co-creatie van onderzoek met maatschappelijke partners. Toch draagt juist dat bij aan de toekomstbestendigheid van de wetenschap. En zijn jonge onderzoekers als geen ander in staat om de deuren hiervoor open te zetten. Samen onderzoek ontwikkelen en uitvoeren leidt tot interessantere vragen, duurzamere oplossingen en onderzoek met bredere impact. Ik kom uit Aruba. Ik heb in Nederland gestudeerd en doe nu vanuit Nederland onderzoek in het Caribisch gebied. We weten al lang dat Caribische studenten in Nederland in de knel komen. Dat bleek ook uit het rapport van de Nationale Ombudsman in december. Maar ook voor studenten en wetenschappers die onderzoek doen aan universiteiten op de eilanden zelf, daar is er ook weinig toekomstperspectief. Er zijn nog te weinig kansen voor samenwerking en uitwisseling tussen de Caribische universiteiten. En hoewel ze sinds 2019 wel bij NWO mogen aanvragen, komen onderzoeksgelden van het Koninkrijk nauwelijks bij jonge Caribische onderzoekers terecht. En met natuurlijk grote gevolgen voor onderzoekscapaciteit op de eilanden. We moeten samenwerken aan een nieuw soort excellente wetenschapper. Jonge onderzoekers uit alle delen van het Koninkrijk zijn de excellente wetenschappers van de toekomst. We moeten daarom ook kunnen meebeslissen over het onderzoeksbeleid. Over 5 jaar moet de wetenschap in ons koninkrijk er diverser, inclusiever en samenwerkingsgerichter uitzien. We hebben de mogelijkheid om de toekomstbestendigheid van de wetenschap te verzekeren. Betrek daarom jonge wetenschappers nu bij het bouwen aan het onderzoekslandschap van de toekomst. Dankjewel. Heel hartelijk dank, Tibisay. Het is duidelijk, dit is een waardevolle strategische prioriteit, het steunen van jonge onderzoekers. Ik ga naar de volgende ambitie en die wordt vertegenwoordigd zo dadelijk door Helga de Valk, hoogleraar Migratie en de Levensloop aan de Rijksuniversiteit Groningen en sinds 1 november de directeur van het NIDI, ik zei het al. Zij heeft haar sporen in Europa ruimschoots verdiend. Ze heeft 2 ERC-grants binnengehaald en ze is sinds dit jaar president van de European Association for Population Studies. Ze is ook lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en zij gaat praten over het verrijken en voeden van het maatschappelijk debat. Helga, je hebt het woord. Veel dank. Ik wil het graag hebben dus over het maatschappelijk debat voeden en verrijken. Een van de pijlers van de strategische agenda van de KNW. Bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut is dit eigenlijk een van onze elementen van onze missie. Wij zijn een academie-instituut geaffilieerd aan de Universiteit Groningen. En wij zien het als essentieel belang om voor ons als wetenschappers om te communiceren en onze kennis te delen. Met beleidsmakers, maar ook met het bredere publiek. 3 elementen zijn daarin cruciaal en worden uitgedragen in het NIDI-beleid. Ten eerste, expertise bundelen. Ten tweede, proactief kennis delen. En ten derde, het debat voeden en de verbinding zoeken. Graag geef ik op ieder van deze 3 zaken een voorbeeld vanuit het NIDI. Ten eerste, expertise bundelen. Een goed voorbeeld daarvan is de verkenningbevolking 2050.
welke door het NIDI gecoördineerd wordt. Het NIDI als onafhankelijk wetenschappelijk instituut was de aangewezen partner om juist daarin te coördineren en samen te werken met de verschillende kennispartners. Naar aanleiding van de motie Dijkhoff in de Tweede Kamer was er een vraag over de toekomst van de Nederlandse bevolking, hoe deze eruit gaat zien. Er is een scenario-studie uitgevoerd waarbij afgelopen zomer de eerste rapportage reeds is uitgekomen en waarvan het tweede deel in het voorjaar wordt verwacht. Het NIDI heeft daarin kennis samengebracht, aangevuld, aanvullend geanalyseerd en geduid. En deze kennis is ook gedeeld met zowel politiek, beleid en het brede publiek. En dit soort brede maatschappelijke studies die diverse deeldomeinen samenbrengen en in samenhang bezien, zijn uitermate relevant om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te gaan met elkaar. Deze gaan over disciplinaire grenzen heen en bundelen van kennis is dus uiterst relevant. Het tweede element in de NIDI-strategie betreft het proactief kennis delen. En dit doen we onder andere middels ons populair wetenschappelijke blad Demos, waarin demografische vraagstukken en aanverwante thematiek aan de orde komt en gedeeld wordt met een breed publiek. Demos wordt breed gelezen door politici, beleidsmakers, maar ook docenten en scholieren bijvoorbeeld, in de online format, maar ook in een gedrukte versie. Ten derde, impact en verbinding zoeken met politiek en beleid. Dit kan enerzijds op vraag vanuit de politiek gebeuren, zoals op dit moment aan de orde is rond een wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof, waar de wetenschapstoets wordt uitgevoerd door een van de collega's van het NIDI. Het kan ook geïnitieerd zijn door het NIDI zelf, zoals bijvoorbeeld onze policy briefings, bijeenkomsten van een kleine 2 uur aan het einde van de dag, waarin juist 1 thematisch focus centraal staat en waarin een aantal wetenschappers gevraagd wordt hun licht te laten schijnen en korte presentaties te geven en het debat vervolgens aan te gaan met een klein aantal beleidsmakers en politici in het publiek. Dit soort informele, kleinschalige settings maakt ook dat er daadwerkelijke interactie en verbinding kan worden gelegd tussen zowel wetenschap, beleid en politiek. Naast deze bestaande vormen zullen we ook blijven inzetten eigenlijk op nieuwe manieren om onze kennis te delen, zoals bijvoorbeeld in eerdere projecten al gedaan is via korte animaties of juist videoclips. Dat maakt dat we daarmee weer een geheel andere doelgroep kunnen informeren en onze kennis tot zich kunnen laten nemen. Dit alles doen we eigenlijk vanuit de overtuiging dat wetenschap en samenleving verbonden zijn en elkaar nodig hebben om gezamenlijk de beste antwoorden te vinden voor onze maatschappelijke vragen, zowel nu als in de toekomst. En de strategische agenda van de KNW geeft hieraan voor iedereen nog eens een extra impuls. Veel dank. Heel hartelijk dank, Helga. Een overtuigend pleidooi voor het verrijken en voeden van het maatschappelijk debat, een kerntaak van onze academie. Voor het derde thema, het belang van internationalisering, ga ik naar Eveline Kroonen. Die is hoogleraar ontwikkelingsneurowetenschap in de maatschappij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden. Ze is ook KNAW-lid, doet innovatief onderzoek naar hersenprocessen in verschillende stadia van het menselijk leven, van geboorte tot volwassenheid. En in 2019 werd ze benoemd tot vicepresident van de European Research Council. De aangewezen persoon om het belang van internationale samenwerking aan ons uit te leggen. Eveline, the floor is yours. Goedemiddag. Ik hoop dat ik zichtbaar ben. Daar gaan we. Nou, de kernboodschap van de strategische agenda is: wetenschap is ten diepste internationaal. Dus de kennisuitwisseling tussen wetenschappers is een belangrijk instrument voor internationale samenwerking en intercultureel begrip. En de grote maatschappelijke uitdagingen gaan de grenzen van individuele landen verre te buiten en vragen om internationale wetenschappelijke coördinatie. Maar internationalisering staat toenemend onder druk door nationale en internationale ontwikkelingen. Er zijn wat tendensen om naar binnen te keren, het nationaal belang voorop te stellen en de blik te vernauwen. We zien daar verschillende voorbeelden van, zoals natuurlijk heel recent met pijn in ons hart de Brexit. Met ook het verlies van de UK-deelname aan het Erasmus-programma.
Ook landen zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten keerden zich de afgelopen jaren wat af van de koers die we met elkaar aan het varen waren. Maar ook binnen de EU zijn tussen de lidstaten nog wel eens wat verschillen in hun houding. Bijvoorbeeld in de onderhandelingen van de EU-begroting. Er was bijvoorbeeld vrij lang een impasse met Polen en Hongarije. Maar ook Nederland had een vrij zuinige opstelling. En die twee die staan ook niet altijd los van elkaar. Een recente review van 22 december in het blad Nature besteedt daar ook aandacht aan dat sommige landen meer profiteren van de EU-begroting dan anderen. En dat heeft onze aandacht nodig. Nederland is daar bij uitstek een grote profiteur van de EU-begroting. Doordat het minder afdraagt dan eruit krijgt. Dus goed nieuws voor de Nederlandse wetenschap. Maar iets om bij stil te staan in de internationale samenwerking. En ook internationale multilaterale samenwerkingen, zoals bijvoorbeeld de NAVO, staat toenemend onder spanning. Nou, wetenschap kan en moet ook een tegenwicht bieden. Het is in het belang van wetenschappelijke vooruitgang en daarmee ook in het belang van de samenleving van ons allemaal. Het ligt voor de hand, maar de COVID-19-crisis bevestigt de noodzaak van internationale samenwerking. Bijvoorbeeld als China de genetische code van het virus niet had gedeeld, dan hadden we misschien nu nog geen vaccins gehad. En dit geldt wetenschapsbreed. Hè. Er is een diepgaande systeemcrisis, zoals de crisis waar we nu in zitten. Die raakt alle vakgebieden. Nederland, Europa en de rest van de wereld die moeten investeren in een duurzame samenwerking op wetenschappelijk gebied. Dit is belangrijk voor het bereiken van wetenschappelijke doorbraken, het gebied van gezondheid, klimaat, leefbare steden. Maar het is ook belangrijk voor de beste wetenschappelijk onderbouwde adviezen. Denk aan Science Advice for Policy. Dus de crisis laat eigenlijk ons zien hoe ingewikkeld dit is en hoe snel het vertrouwen erodeert. Een twijfel aan wetenschap en wetenschappelijke integriteit voedt onrust en instabiliteit. Dus internationale wetenschappelijke samenwerking is geen zaak van alleen de wetenschap of een privilege van wetenschappers. Het is van cruciaal belang voor ons allemaal in het streven naar nationale en internationale welvaart, stabiliteit, veiligheid, vrede en gezondheid. En de KNW heeft de ambitie om daar vanuit een eigen missie vorm aan te geven in de strategische agenda. Dank u wel. Heel hartelijk dank, Evelien. En dan is er het laatste thema, het thema dat boven onze hele agenda hangt, het bevorderen van excellent onderzoek. En wie kunnen we daarover beter het woord geven dan Ben Veringa, hoogleraar organische chemie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Natuurlijk KNAW-lid, vele malen gelauwerd voor zijn innovatieve onderzoek. Met natuurlijk als kroon de Nobelprijs voor de scheikunde in 2016 voor de ontwikkeling van moleculaire motortjes. En sinds die tijd is Ben een onvermoeibaar supramoleculair motortje voor het belang van de wetenschap. Ben, ik geef je met groot plezier het woord. Ga je gang. Ineke, ben ik te verstaan? Oké. Ja. Allright. Excellentie, dames en heren. Dank voor de mogelijkheid om hier kort iets te zeggen. Kwaliteit van kennis, excellentie in research en een stevig fundament gebaseerd op ongebonden onderzoek, dat zijn belangrijke pijlers die onze toekomst vorm zullen geven en onze jonge talenten de mogelijkheid bieden in verwondering voorbij onze horizon te gaan. Het is me uit het hart gegrepen dat ik in het kader van de aanbieding van de KNAW Strategische Agenda mag benadrukken hoe essentieel excellent, fundamenteel onderzoek voor onze toekomst zal zijn. In een recente voordracht voor het World Laureates Forum, getiteld From Frontier Research to Innovation, Rethinking Our Research Culture, heb ik benadrukt hoe belangrijk basisresearch is en excellentie. Het is niet voldoende meer van hetzelfde te doen, met veel focus op korte termijn problemen en oplossingen. Geef onze jonge talenten en topwetenschappers aan universiteiten en researchinstituten de kans om gedurfd te denken, wetenschappelijke vragen te stellen, een kritische houding te hebben en ver buiten de gebaande paden te treden. Ruimte voor creativiteit en verbeeldingskracht. Geef voldoende vrijheid te exploreren,
te dwalen in de tuin van de wetenschap en herstel de balans richting fundamenteel en ongebonden onderzoek, waarbij excellentie inderdaad de maatstaf is en waar wij wetenschappelijke onderzoekers voor langere perioden kunnen werken aan de grenzen, maar vooral voorbij de huidige grenzen van hun disciplines. Excellentie. Bij Blue Sky Research uiteraard, maar ook bij thematisch en missiegedreven. En als excellentie de maatstaf is, dan hoeven we niet voortdurende discussie te voeren over de verschillende benaderingen, wat we helaas zo vaak doen. Als één ding duidelijk is geworden tijdens de pandemie het afgelopen jaar, is de kracht van wetenschap en het investeren in basisresearch en kennisopbouw. Kennis meer dan ooit betekent macht en oplossingen. Decennia lang investeren in fundamenteel onderzoek in onder andere biochemie, celbiologie, virologie, farmacie, biomedisch onderzoek, tezamen met veel sociaal-maatschappelijk onderzoek, heeft ervoor gezorgd dat niet in de normale periode van 10 jaar, die staat voor de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel, maar binnen 1 jaar een vaccin op de markt is en er vandaag geprikt kon worden. Internationale samenwerking, inderdaad, het is net genoemd, over de grenzen van disciplines heen. En dat alles gebaseerd op de meest nieuwe wetenschappelijke inzichten. Waarom dit pleidooi voor ongebonden excellent onderzoek? Ik wil niet nogmaals de basisontdekking uiteenzetten die resulteerden in de smartphone of de lithiumbatterij. De enorme consequenties die niemand voorspeld had. We weten allen hoe de manier van communicatie door de smartphone en het transport in onze maatschappij middels elektrische auto's al drastisch is of gaat veranderen. Laten we niet uit het oog verliezen wat hier aan de grondslag ligt. Het fundament van excellent onderzoek resulteert in deze gevallen voor technologische doorbraken die onze maatschappij inderdaad drastisch hebben veranderd. Oh ja, communicatie en informatie. Fascinerende nieuwe mogelijkheden voor ons onderwijs om dit digitaal te geven in deze onverwachte crisistijd. En niet te vergeten de influencers. 15 jaar geleden niet voor mogelijk gehouden. Toch weer een aardig studiemateriaal voor onze collega's in de maatschappij en communicatiewetenschappen, om maar een paar gebieden te noemen. Excellentie en grensverleggend. We moeten misschien ons toch wat meer af gaan vragen, welk onderzoek doet er echt toe? Wat gaat het verschil maken? Of is het vooral meer van hetzelfde? Onderzoek gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten, de kwaliteit van onze opleidingen, het niveau van de kennis die daar aan de grondslag ligt. Waar gaat Nederland de komende decennia in de mondiale competitie echt het verschil maken? Gaan we nog meer geld steken in rapporten die constateren dat er klimaatverandering op komst is, of in juist in nieuwe inzichten en ontdekkingen die onze maatschappij en onze technologie echt vooruit helpt? Wellicht in onderzoek voor het omzetten van kooldioxide uit de lucht in vliegtuigbrandstof en dat 10 keer beter dan de groene plant. Vragen waar we nu geen antwoord op hebben, maar wel perspectief bieden voor grote doorbraken op termijn. Op een aantal terreinen zitten Nederlandse onderzoekers nog steeds in de kopgroep, gelukkig. En zijn er fantastische initiatieven en onderzoeksconsortia gevormd. Daar mogen we met z'n allen trots op zijn. Maar er is wel dringend actie nodig. Wat noemen anderen in de wereld als je vraagt waarin Nederland excelleert? Geef onderzoekers de ruimte en investeer voor stabiliteit en lange termijn om inderdaad te kunnen blijven uitblinken en de volgende generatie jonge onderzoekers voorbij onze horizon te brengen. De KNAW wil u graag met u allen het voortouw nemen. Wij willen vooruitkijken als wetenschappers, onze toekomst ontdekken, met een blik op onze duurzame en inclusieve samenleving en perspectief bieden voor onze jongeren. Menselijke verbeeldingskracht en creativiteit is echt duurzaam in deze wereld. Dank u wel. Ben, heel hartelijk dank voor dit heldere verhaal. Zou ik mogen vragen dat degenen die de pitches hebben gegeven hun camera aanzetten? En mag ik ook minister van Engelshoven uitnodigen om dat te doen, zodat we in gesprek kunnen gaan over deze agenda? Ik kan mijn video niet zelf aanzetten, want die hebben jullie uitgezet.
dat is verschrikkelijk. Ik ga even kijken of een van onze technici daar wat aan kan doen. Martine, wellicht. Ik zie dat ik die mogelijkheid in elk geval niet heb. Martine, kun jij zien wat het probleem is? Ah, daar hebben we de minister in elk geval ten dele in beeld. Misschien moet even de camerapositie, zo is het geweldig. Hartelijk welkom, heel fijn u te zien. Ik zeg excellentie, dat is de eretitel die een minister toekomt. Het is een eretitel, u ziet dat we dat begrip ook heel graag in ere willen houden bij de KNAW. Het staat deze dagen wel eens wat ter discussie. Maar alles hangt er natuurlijk van af hoe je die excellentie construeert en interpreteert. Wij zien de KNAW als een excellent genootschap, een samenwerkend team dat met elkaar ook in diversiteit en inclusiviteit tot topprestaties in de wetenschap kan komen. We moeten niet het kind met het badwater weggooien. Zou ik u de gelegenheid mogen geven om misschien vragen te stellen aan onze pitchgevers? Ja, dank. En fijn om deze bijeenkomst te hebben en fijn jullie hier te kunnen ontmoeten. En als ik zo de pitches hoor, dan denk ik van, dit is echt ook een gezamenlijke agenda die we hebben. En wat ik heel mooi vind ook van deze tijd is dat ook het kabinet heeft gezegd van ja, we moeten meer ook echt in de wetenschappelijke vraag die op ons afkomt meer samen gaan werken met de KNAW. Want uiteindelijk zitten daar wel de mensen die ons aan die excellente wetenschap kunnen helpen. Er zijn heel veel thema's langsgekomen en ik snap de zorgen die daarin geuit worden ook heel goed. En ik denk dat helemaal op het goede moment is dat ook de KNAW met die strategische agenda komt. Mooi dat ik nu TBCI, zeg ik volgens mij, spreek. Morgen, onze camera gaat weer uit, maar daar doen wij niks aan. Want ik praat morgen met mijn collega's uit het Caribisch gebied over hoger onderwijs en wetenschap en de samenwerking daarin. Ik zeg daar wel, en ik probeer ondertussen mijn beeld een beetje goed te krijgen. Het is eigenlijk alleen maar heerlijk. Het hoort bij de Zoom-samenleving waar we tegenwoordig in zitten. En ook dit probleem gaan we op den duur wetenschappelijk oplossen. Maar we zijn nu even. Ja, maar even de samenwerking in het Caribisch gebied. Ja, die kan zeker beter. Maar dat moeten we ook echt samen doen. En mijn boodschap aan de collega's is daar van, ja, daar willen we graag op samenwerken. Maar samenwerken betekent niet aan Nederland vragen wat zij moeten doen. Dat betekent ook echt samen. Want onderwijs en wetenschap is ook nog steeds een verantwoordelijkheid van ieder land in het Koninkrijk. En daar moeten we dus echt in samen optrekken. Maar ik geloof met jou dat in samenwerken heel veel beter kwam. Heel veel verbeterd kan worden. En jouw opmerkingen over betrek nou ook de samenleving bij de vragen die je wetenschappelijk stelt. Dat hebben we natuurlijk in de Nationale Wetenschapsagenda is dat gebeurd. Nog steeds merk ik ook internationaal een belangrijk voorbeeld. Maar ik begrijp dat jij dat nog iets echt een spa dieper doet. En jouw zorgen over de positie van jonge wetenschappers. Groot gelijk dat je ze hier opvoert. En ik hoop ook dat jij ook met anderen, ook in de jonge academie, dat blijft doen. Want het is belangrijk dat geluid gehoord wordt. En het is ook belangrijk dat breed begrepen wordt dat het volgen van een wetenschappelijke carrière niet vanzelfsprekend is. En dat zeker ook niet makkelijk is. En dat we in die positie van die jonge wetenschappers moeten investeren. Ik deel ook de zorgen die er zijn geuit over de internationalisering, Evelien. Ja, ik was ook
Eerlijk gezegd kwam bijvoorbeeld bij Brexit dat de Britten uit Erasmus stapten, kwam echt op het laatste moment. Is in eerdere gesprekken tussen mij en mijn Britse collega ook nooit aan de orde geweest. En ik zit nog steeds met de vraag van, ja, en in wiens belang is dit dan? Want het is nog in het belang van Europese studenten, nog in het belang van de Britten zelf. Dus, maar die vraag, daar ga ik mij in Londen nog een keer over vervoegen. Van ja, waarom dan? Want ik betreur het zeer. Want juist in die internationale interactie ontstaat heel veel. En wetenschap is per definitie heel internationaal. Maar heel terecht kaart jij ook aan van ja, ook Nederland. Hè, let op uw zaak, ook wij moeten internationaal blijven kijken. En zeg maar, dat gaat niet over de hele breedte van het politieke spectrum even enthousiast. En met jou maak ik mij ook wel zorgen over het klimaat daarover in Nederland. De neiging om naar binnen gekeerd te raken is groot. Hè? Ondanks dat we juist in deze pandemie nu zien hoe belangrijk de internationale samenwerking is. Hè? We hadden nooit een vaccin gehad. Nu al, als er niet die internationale samenwerking was geweest. En dat geldt natuurlijk op heel veel terreinen. Dus dank ook voor jouw opmerking. Maar dat die wetenschap moet staan voor die internationale blik, dat mag echt geen discussie zijn. Het demografisch onderzoek had bij mij meteen effect in de ramingen, geloof ik. Maar dat is, wat Helga vertelde, is, vind ik zulke mooie voorbeelden hoe belangrijk het is dat de wetenschap ook het publiek, het politiek, maar ook het maatschappelijke debat blijft voeden met kennis, met cijfers, met de feiten. We komen ook wel uit een tijd waar dat heel erg wordt verwaarloosd. Dus ook mijn oproep aan jou, Helga, is blijf vooral zeker vanuit jouw positie ons voeden met, ja, maar kijk nou ook eens naar die feiten en ga dat debat aan. En Ben en ik spraken elkaar wel eerder over ook het belang van excellentie. Ja, dat zeg ik zo, maar ook het belang van die stabiliteit en lange lijnen. Echt goed, excellent onderzoek waar je als land echt in excelleert, dat ontstaat niet. Daarvoor zijn onze grants ook echt wel een beetje kort. Dus dat voorstel van de Ronin Grants. Ik ben heel benieuwd ook trouwens, maar dat weet ik van Ben volgens mij wel, maar ook om daar jullie steun voor te krijgen. Maar ik vind het, ik voel mij zeer gesterkt door wat jullie vertelden. En ja, spijker op zijn kop in waar de agenda moet staan. Dus Ineke, deze wetenschappers bewijzen maar weer eens dat ze niet alleen hele goede wetenschappers zijn, maar ook een hele goede neus hebben over waar wetenschap en samenleving elkaar kunnen versterken. Dus ik ben vooral heel erg dankbaar over deze pitches en voel me ook in het debat heel erg gesterkt met jullie bijdrage. Het maakt ook weer alert. Ja, hartelijk dank voor die eerste reactie. Deze strategische agenda, ik vind het fijn dat dat zo mooi blijkt aan te sluiten, ook bij ideeën die leven in het ministerie. Het was niet zo dat we dat zomaar als taak aan u voorlegden. Hè. Dit is een taak die wij onszelf stellen. Het behartigen van de belangen die hier worden uitgedrukt, dat is iets waar de academie zich voor wil inzetten. En u ziet hier al een klein stukje van de mobilisatiekracht die de academie heeft. Hè. De ambassadeurs die wij mee kunnen brengen om over dit soort thema's te spreken. Ik geef eens even de gelegenheid aan mijn panelisten om misschien weer te reageren op iets wat u gezegd heeft. Tibisay, zou jij het leuk vinden om misschien nog iets verder in te gaan op die co-creatie, die samenwerking die jij ziet? Herkende je je in de woorden van de minister? Dankjewel. Ja, zeker. Zeker. Nationaal Wetenschapsagenda was inderdaad ook een heel interessant project en is nog steeds een interessant project. En dat is een heel goed begin. En ik denk dat we dat ook op andere niveaus in ons onderzoeksproces kunnen doen. Niet alleen maar voor die specifieke call, maar ja, breder. En dat zien we ook wel, dat wetenschapscommunicatie steeds ook een belangrijk onderdeel wordt van de evaluatie van projecten. En dat willen we eigenlijk, ja, dat moet ook gewoon verder
doordruppelen naar alle lagen van het onderzoeksproces. Maar NWA is zeker een heel interessant project, zeker. Ja. Misschien Eveline, dus de minister noemt het feit dat zij nog eens met haar ambtgenoot gaat praten over Erasmus. Maar wat kunnen wij als wetenschappers doen om dit soort internationale samenwerking verder vervlochten te krijgen en te versterken? Ja, goed punt, Ineke. Ik denk er natuurlijk samen met Ben en dan de leden van de IRC heel veel over na. Als we steeds de cijfers zien dat Nederland het zo ontzettend succesvol doet in de IRC. Maar ja, tegelijkertijd komt er bij de vraag, wat brengt dat ons aan verantwoordelijkheid? Bijvoorbeeld West-Europese landen doen het veel beter in budgetten naar zich toe halen dan de Oost-Europese landen. En ja, wat kunnen wij daar aan doen? Hè? Want we kunnen natuurlijk wel enerzijds zeggen, nou, dat is echt heel knap van ons. Maar ja, op de lange termijn snijdt dat natuurlijk geen hout. Dus met Scientific Council bezoeken we heel vaak die landen. Dus dan gaan we juist naar Polen of Hongarije toe om daar onze vergaderingen te hebben. En ik ben wel benieuwd wat de minister daar ook voor advies heeft aan de wetenschappers. Van hoe kunnen wij nou juist zorgen vanuit onze koploperpositie dat we verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat ja, de beste koppen bij elkaar komen. Die is er toch over de hele wereld verdeeld. Om die wetenschap eigenlijk nog meer te bevorderen. Ik ben benieuwd wat u daar voor suggesties voor heeft. Ja, dat is een goede vraag. En een belangrijk punt. We hebben daar ook in de Europese Raad ook wel discussie over. Kijk, want het risico is, dat is... Kijk, in het Horizon-programma pleiten wij steeds heel erg, blijf nou, stick to excellence. Want voor Europa is als geheel is het niet goed als we dat loslaten. En tegelijkertijd zien we ook wel de behoefte dat een deel van Europa het been bijtrekt. En ik had zo ontzettend gehoopt, en ik hoop ook dat jullie ook met collega's in andere landen die discussie voeren, dat men dat Europa als geheel het inzicht had gehad dat het belangrijk is om zeg maar in de structuurprogramma's daar te hervormen, dat het ook voor die landen een opdracht geeft om aan capaciteitsopbouw te doen in hun wetenschap. Dat is ook een verantwoordelijkheid die zij zelf moeten nemen. Maar tegelijkertijd zie ik ook in zoiets als bijvoorbeeld de Europese universiteiten, waarin je samenwerkt met Europese universiteiten, waarin we eigenlijk ook hebben afgesproken van ja, dat moet Europa breed gebeuren, daarin zou je ook de verantwoordelijkheid moeten nemen van neem elkaar ook mee en help elkaar ook in die capaciteitsopbouw. Maar het is een hele complexe discussie, omdat daar lopen zoveel belangen door elkaar heen. En wat je ook nu weer hebt gezien van ja... Het landbouwbelang is dan af en toe toch iets vocaler. En daar gaan we dus weer een enorme bakken geld naar. Toch soms, als ik het zo maar zeg, de landbouw van gisteren en de rotondes van gisteren in de structuurfondsen. Terwijl ik denk van ja, heel veel landen zouden er zo bij gebaat zijn als we die gelden ook veel meer in de opbouw van researchcapaciteit, van de opbouw van hun onderwijssysteem zou zetten. Dus daar ook vanuit de IRC met de landen het debat over voeren. En eigenlijk zou dat ook veel meer een thema moeten worden in het Europese semester. Van ja, in hoeverre zorg je nou ook dat die Europese begroting en je middelen bijdragen aan je kennissamenleving. En dat kennis is daar nog te weinig een onderdeel van. Vinden wij dat niet alleen de Europese begroting, maar ook de nationale begrotingen geënt zijn op de toekomst. Ja, inderdaad. Evelien, wil je daar nog op reageren of Ben? Nou ja, als het mag nog even een minuutje dan. Ja, ik ben het helemaal ermee eens. Want kijk, we willen echt dat excellentiecriterium niet loslaten. Want met Europa, we concurreren met Zuid-Korea, Amerika, China. Ja, wij willen gewoon een heel sterk kennislandschap in Europa. Dus dat mogen we echt niet loslaten. Maar ja, wij denken ook niet dat
mensen in sommige landen slimmer zijn dan anderen. Dat is het punt niet. Er zitten hele intelligente mensen en die kennis wil je boven de tafel zien te krijgen. Juist, dan worden we allemaal sterker van. Maar hoe, dat is nog best wel een heel ingewikkelde puzzel. En heel vaak ligt het ook in de mogelijkheden die briljante mensen hebben in landen die het minder goed doen om hun voorstel vorm te geven. Dus een van de manieren is dat wij ook onderzoekers koppelen met grants aan onderzoekers in landen die daar van kunnen profiteren. Nou, zo kunnen we steeds stapjes maken. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is als Nederland dat we niet alleen maar ons op de borst slaan van kijk eens hoe succesvol we zijn, maar dat we steeds blijven nadenken hoe maken we echt een sterke Europa. Dus volgens mij is dat precies wat u zei, dus ik ben het helemaal mee eens. Ja, heel goed. Helga, ik zou ook nog wel even willen weten, hoe ervaar jij de mogelijkheden om dus het maatschappelijk debat voeden en verrijken? Dat is één ding, dan staan we voor een deel in de zendstand. Maar je wilt natuurlijk ook graag de interactie hebben, ook met de politiek, tenslotte een belangrijk deel van de maatschappij. Zie je daar voldoende mogelijkheden? Wat kunnen we daar doen? En is dat misschien ook iets waar de minister iets over zou kunnen zeggen? Dus het voeden van de politieke besluitvorming met kennis. Ja, dankjewel om daar nog even op door te mogen praten. De minister noemde al heel mooi, het is goed om juist ook de politiek te voeden met feiten. Het is fijn als daar ook voldoende ruimte voor is. De drie andere elementen die genoemd zijn, zijn daar natuurlijk wel de basisvoorwaarden voor. Je hebt excellent wetenschappelijk onderzoek nodig. We zijn als Nederland niet daarin alleen. Dus feiten komen van niet alleen maar vanuit Nederland, maar juist ook internationaal. En voor een heel groot deel juist ook vanuit onze jonge onderzoekers. En daar die investeringen zijn natuurlijk essentieel om ook de politiek te kunnen voeden met de feiten en de cijfers waar we behoefte aan hebben in algemene zin. Hoe dat kan gebeuren, ik denk dat we daar eigenlijk hele mooie voorbeelden van hebben, maar dat we dat nog ook veel beter zouden kunnen doen. Een van de voorbeelden die ik noemde in mijn verhaal was ook al bijvoorbeeld de wetenschapstoets. Ik denk dat dat een goed voorbeeld is van hoe er heel concreet aan iets gewerkt kan worden, waarbij je heel concreet ook adviseert. Maar ook bijvoorbeeld toch het bundelen van kennis en het samenbrengen. Wij als wetenschappers zijn al snel, het werd ook door Ben Vieringa genoemd, al snel op onze eigen eilandjes. Er is heel veel interactie en uitwisseling daar mogelijk. En het zou mooi zijn om dat ook meer gestimuleerd te zien. Want de wetenschappelijke kennis over bepaalde vraagstukken in de maatschappij houdt niet op binnen onze disciplinaire grenzen, maar gaat daar overheen. En zoals wij dat proberen te doen, bijvoorbeeld bij onze policy briefings op het NIDI, om daarin juist vanuit verschillende disciplinaire visie op één thema in gesprek te gaan met elkaar, met hele korte wetenschappelijke presentaties, maar vooral het gesprek aan te gaan. En daar zouden we denk ik nog veel meer met elkaar ook kunnen vormgeven. En dat vraagt iets van ons als wetenschappers, maar het vraagt ook de mogelijkheid vanuit het ministerie om wetenschap inderdaad ook in de brede zin te beoefenen. Een oproep die gedaan werd in termen van excellentie, maar ook om je blik dus breed te houden en te verruimen, ook voor onze jonge onderzoekers. En in dat opzicht, denk ik, linkt het aan ieder van de drie pleidooien die gedaan zijn. Ja. Zou je misschien, Ineke, als ik daar nog aan toe mag voeren, die dialoog die jullie voeren lijkt mij ook heel belangrijk om ook in het publiek debat elkaar ook te scherpen in het stellen van de goede vragen. Dat is ook een kunst om de vraag goed te formuleren van wat willen we nou precies weten. Maar ook in de interactie tussen wetenschap en politiek de aandacht voor de genuanceerdheid van het wetenschappelijke antwoord wel vast te houden. Iedereen in het publiek debat maakt zich natuurlijk wel schuldig aan van, aan cherrypicking eigenlijk, wat jullie allemaal voor mooi zeggen van, dit komt me net iets beter uit dan het andere en dan vergeet ik dat andere. En dat, hoe je dat nou op een goede manier daarover de dialoog met elkaar kunt hebben, daar hebben we ook nog wel te leren met elkaar. En de dialoog zoals jullie die voeren, vind ik daar wel een mooie een mooie start van. Zo kun je elkaar ook gewoon wederzijds voeden, maar ook opvoeden. Ja. Ten slotte wil ik nog één keer terugkomen op de excellentie. En dan ben ik bij Ben. Dus hoe voorkomen we nou dat dat eigenlijk gezien wordt als de luxe? De blue sky, mooie ideeën waar we met waardering en bewondering voor naar kijken. Misschien inspiratie aan ontlenen. Of is dat genoeg? Zou je daar nog wat over kunnen zeggen? Even je geluid aan, want dan horen we je ook.
Er zijn natuurlijk van fantastische woorden gezegd waar ik het mee eens ben. Even over dat blue sky, ongebonden. Uiteraard is het zo dat we daar trots op moeten zijn en dat daar ook met bewondering en verwondering over gesproken mag worden. Ik denk dat dat in de rand is aan de cultuur van een academische opleiding, het onderzoek wat we doen met z'n allen, de kennisopbouw in de maatschappij. Stel je voor dat we dat niet zouden doen, dat we zouden zeggen van hé, we kijken niet naar de onbekende wereld van de kennis die we nog niet hebben. Ik was ook ontzettend blij dat de minister even noemde, tipte aan die onzekerheid van het wetenschappelijk onderzoek. He, dat is ook een boodschap die we naar buiten moeten brengen, naar de maatschappij natuurlijk. He. Als we het allemaal zouden weten en als dat allemaal zo zeker zou zijn, dan hoeven we ook niet te zoeken naar die vragen die vaak zo heel moeilijk zijn in de wetenschap. Maar inderdaad, wij moeten ook goed duidelijk maken waarom we bepaald onderzoek doen. Maar ook dat we heel veel onderzoek doen waarin we bij toeval stuiten op fantastische ontdekkingen. Ik noemde al even de smartphone. De basis daarvan was een transistor. Niemand had bedacht, oh, dat gaat een smartphone worden op termijn. He, af en toe stuiten die wetenschappers op onverwachte dingen die onze maatschappij, onze wereld totaal verandert. Dus voor mij is er ook niet echt een grens tussen van, hey, dit is onderzoek, dit is blue sky onderzoek, of dit is onderzoek met een bepaalde missie of zo. Het gaat om, wat is de kwaliteit van de vragen? En wat is de kwaliteit van de problemen die we gaan aanpakken? En de moeilijkheidsgraad, et cetera. En met name, en dat wil ik toch nog wel even benadrukken, Nienke, hoe dagen we onze jonge mensen uit om samen te werken, over de grenzen van hun eigen vakgebieden heen te kijken? Dit is net al even genoemd. Maar heel belangrijk, onze jonge talenten, en gelukkig hebben we daar al... Dat is de basis, hè? Dat is in Nederland zo belangrijk, al ons jong talent, dat wij ze uitdagen, voldoende uitdaging bieden in hun studie, in hun onderzoek, in zichzelf ontplooien naar de toekomst toe. En gelukkig hebben wij daar heel veel mogelijkheden, omdat Nederland ook, wat wij typisch doen, de mensen kritisch opleiden. En we leiden ook mensen op voorbij de grenzen van hun eigen straatje te kijken. En ik denk dat dat een groot goed is in Nederland, dat wij goed kunnen samenwerken en dat wij elkaar ook de maat durven te meten. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En dan gaat het niet zozeer om wat jij net zegt. Hè? Of het nou de blue sky research is, of een missiegedreven research of zo. Nee, wat is de uitdaging die we aangaan? En kunnen we dat ook duidelijk maken waarom we dat doen naar het grote publiek toe? En dat is een taak voor ons allen. En wij als wetenschappers, dit is net ook al even genoemd, zijn daar misschien niet altijd even bedreven in. Misschien moeten we daar wel een slagje maken. Heel hartelijk bedankt. Je ziet daar ook weer aan hoezeer dat thema van het bevorderen van excellentie aan alle andere thema's raakt. Het is de manier waarop we onze jonge onderzoekers willen inspireren en willen opleiden in een klimaat van excellentie. Het is iets wat je wil laten zien aan de maatschappij en waar je de kwaliteit wil leveren voor dat debat. En in de internationalisering vinden we elkaar ook op de verwondering en de pracht eigenlijk van de wetenschap en in de samenwerking. En dat gaat duidelijk over de grenzen van één land heen. Excellentie, ik denk dat we op het moment zijn aangekomen waarop ik u officieel de strategische agenda 2021-2025 mag aanbieden. Ook hier zitten we weer met wat kleine Zoom-handicaps. Dus ik heb er één. Hoe ik die bij u krijg, ja, daar is dan toch de post en zo te zien een kopieerapparaat aan te pas gekomen. En dat valt helemaal onder de shock of the old. Want geesteswetenschappers weten dat je allemaal innovatieve dingen kunt bedenken. Maar dat niet betekent dat oude technologie niet meer tegelijkertijd ook gebruikt wordt. Dus met veel plezier, performatief door het woord, bied ik u hierbij de nieuwe strategische agenda van de KNAW aan. En ik dank u voor uw vriendelijke woorden en uw support. Er wordt nu, denk ik, een foto van het scherm gemaakt. Ja, dat is hier in ieder geval al gebeurd. Ja. Dat is goed om te horen. En dan en ik geef ik u. Echt, Ineke, ik ben hier oprecht heel blij mee. Maar ik ben ook oprecht heel blij hoe de KNAW ook aan de weg timmert om dat verhaal van de wetenschap te vertellen. Ik geloof dat ik ergens in mijn kerstreces stond te koken, maar ik had Radio 1 aanstaan en toen hoorde ik opeens een hele verstandige mevrouw op de radio van alles uitleggen over de wetenschap en dat was jij.
Maar dit, het blijven, je verhaal blijven vertellen, ook wat Ben net zei, van, het is heel belangrijk dat wetenschappers ook de ruimte krijgen voor dat blue sky onderzoek, voor dat nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. Maar het geeft je ook de verantwoordelijkheid om continu aan de samenleving uit te leggen wat de waarde daarvan is. Hoe we daar als samenleving mee verder te komen. En dat is echt waar ik ook gewoon zie dat de KNAW gewoon heel mooi werk verricht. En blijf dat vooral doen. En we hebben in deze tijd ook wel echt gemerkt dat mensen houden ook wel van dat wetenschappelijke verhaal. En wetenschappers die goed kunnen vertellen wat zij doen. En ik zie heel veel wetenschappers dat doen. Dat inspireert mensen enorm. En juist in deze tijd geeft het heel veel hoop ook dat we nieuwe dingen kunnen ontdekken. Dus dank hiervoor. En ik ga hier hard voor lopen om jullie te helpen om dit werkelijkheid te maken. Dank jullie wel. Heel hartelijk dank, excellentie. Ik ook voor de hartelijke woorden over deze agenda. Ik wil ook onze panelisten van ganse harte bedanken. En u alle kijkers, vele ervan leden van de academie. Het is een nieuw jaar. Ik wens u het allerbeste in dat jaar. En ik stel voor met deze agenda in de hand aan het werk. Dank u wel.